Zo, het tijd voor een nieuwe opname. Probeer één keer in de week een filmpje te maken. Tot op heden lukt dat vrij aardig. Ik hou er niet van om op vakantie te gaan. Wat ik wel leuk vind is af en toe een dagje uit. Gisteren ben ik met mijn oudste dochter en mijn jongste zoon op vakantie even een dagje weg geweest. We zijn naar Frankrijk gereden, direct over de grens, 20 kilometer bij Lille vandaan. Wat doen wij? Wij gaan elk jaar even ergens in een buitenland een biertje drinken. Zo zijn wij onlangs naar Antwerpen gegaan, halen één biertje en gaan dan direct weer naar huis. Dus je blijft binnen een half uur ben je steeds weer in de auto, ga weg. Soms hou ik het bonnetje vast, dat lukt niet altijd. Maar goed, we zijn pas, maar je bent een hele dag met elkaar, je kunt even praten, het is een mooi moment. Dat vindt vader vindt dat belangrijk. We zijn pas naar Duitsland geweest, bij Enschede even de grens over. Bad Bentham heette dat, geloof ik. Twee jaar geleden zijn we nog naar Denemarken geweest, net over de grens. Je gaat met drie man stapje in de auto, je geeft even gas en je rijdt naar Denemarken toe, drinkt een biertje en gaat weer terug. Nou, dat vind ik leuk. Gisteren, zaterdag de 20e, zijn wij, nou, dat bonnetje van Denemarken circuleert ook nog ergens op het internet, ergens op mijn kanaaltje. Gisteren zijn wij naar Frankrijk geweest, 20 kilometer bij Lille vandaan. Hier is het bonnetje van het biertje. We hebben een biertje gehaald. Een Frans biertje drinken we dan. We zijn met een Volvo, zijn we daarheen gereden. Voor 39 euro. Of 39 liter. Dat is 51 euro. De prijs was 1,30 euro de liter. 39 liter gebruikt, 51 euro gedeeld door 3. 17 euro de mand. En dan rij je 3 uur heen en 3 uur terug. 'S middags, het staat nog op het bonnetje. 'S middags om 1:30, om 1 uur zaten we in het café. We zijn tegen 10 uur vertrokken. Tegen 1:30 weer weggegaan. En even voor 5 waren we afgetankt weer terug in Nederland. Nou, volgend jaar wil ik naar Luxemburg gaan. Ik wou dat gewoon even vertellen. Oké, bedankt. Hoi.